Sommige patiënten hebben al jaren last van hun rug. Soms is door een neurochirurg daaraan geopereerd, soms heeft een neuroloog gekeken, maar niets heeft geholpen. Zij zoeken verder. Andere patiënten hebben hetzelfde al jarenlange problemen van hun nek, van hun schouders of van hun hoofd. En natuurlijk zijn er ook patiënten met allerlei vervelende chronische aandoeningen van de huid, nare eczemen, vervelend uitslag op plaatsen waardoor ze zich schamen, waardoor ze niet lekker in de zon kunnen liggen. En ook deze patiënten zijn niet altijd gebaat met de bekende smeerseltjes van de huidarts of de huisarts. Wat gaan deze patiënten doen? Goeiedag, mijn naam is Jan Kevel Hesseling en ik ben voorzitter van de stichting IOCOP. Uitgedokterd. Veel patiënten voelen zich tegenwoordig uitgedokterd. Ze zijn dan uitgebreid onderzocht in het reguliere circuit door artsen in ziekenhuizen of door een huisarts, maar niemand heeft een duidelijke oplossing voor hun klachten kunnen vinden. Dit soort patiënten zoeken dan vaak verder. Sommigen zoeken op het internet, komen tot zelfmedicatie en anderen gaan het alternatieve circuit in. Of zoals wij het liever zeggen, het complementaire circuit. Maar ja, dat is weer zo'n moeilijk woord. In het alternatieve circuit zoeken ze dan naar artsen of naar therapeuten die hun misschien beter kan helpen. Wat gaat er nu met deze patiënten precies gebeuren? In het programma Uitgedokterd op Nederland 2, uitgezonden door de NCRV, gaan wij een aantal van deze patiënten vervolgen. We zien op welke manier ze uitgedokterd waren en wat voor therapeut ze gezocht hebben. Dan gaan we kijken van hoe deze therapeut te werk gegaan is en wat er uiteindelijk terechtgekomen is van deze patiënten bij deze therapeuten op het gebied van hun klachten en of deze behandeling ook daadwerkelijk hun geholpen heeft. Zijn ze na de behandeling inderdaad niet meer uitgedokterd en was er wat aan te doen? Of heeft het toch te weinig opgeleverd? Dat en misschien nog veel meer kunt u gaan zien op het programma Uitgedokterd. Welkom bij dat programma.